Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Afgelopen nacht was het koud, met in Twente aan de grond zelfs wat lichte vorst. Maar inmiddels loopt de temperatuur snel op. We hebben vandaag volop zonneschijn, alleen in het noordoosten en oosten zijn er eerst nog wat meer wolken, maar ook daar gaat later vandaag de zon vaker schijnen. En de temperatuur gaat dan rap omhoog, uiteindelijk wordt het zo'n 20 graden in het noorden, 22 in het midden van het land en 24 in Zeeuws-Vlaanderen en het westen van Noord-Brabant. Misschien lokaal zelfs 25. Er staat weinig wind en het blijft dus overal ook droog. Ook vanavond een heerlijke avond. Eindelijk weer temperaturen die prettig zijn om bij buiten te zitten. Want halverwege de avond is het nog steeds zo'n 20 graden. De wind blijft rustig en de zon blijft ook van de partij. Morgen nog warmer, 25 tot 28. Hier en daar in Brabant 29 graden. In de ochtend trekken er wat wolkenvelden over, maar die trekken snel weg. En smiddags is het dan weer vrij zonnig. Zondag wordt het slechter weer, dan gaat de bewolking toenemen en vooral in de ochtend en avond lijken er een paar buien te gaan vallen. In de middag is de zon erbij en dan wordt het 20 tot 23 graden. En ook maandag en dinsdag houden we rekening met zon en buien bij temperaturen die iets boven de 20 graden uitkomen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.